9 jaar geleden ben ik bij De Spoffer begonnen. Ik was nog heel jong. Ik kwam bij een heel groot bedrijf vandaan, waar ik echt een nummertje was. En ik kwam op gesprek bij Sabine. Zo'n thuiskomen, dat was zo gezellig en een goed en fijn gesprek met Sabine. Ik dacht, dit is mijn plekje. En dat is het nog steeds. Wat bij Discover het HR-gedeelte anders maakt, is dat we richten ons echt op de mens. Dus in een sollicitatiegesprek ook vind ik het allerbelangrijkste dat ze zich heel goed op hun gemak voelen. Dat ze heel erg goed een beeld krijgen van Discover. Wat zijn wij, wat doen wij? Maar ook wat kunnen wij voor hen betekenen. En daar kijk ik ook altijd naar. Hè, is ga ik diegene nou gelukkig maken met ons traineeship? Dan vraag ik dat ook van joh, is dit waar jij naar op zoek bent? Wat wil je eruit halen? Waar ik echt heel gelukkig van word is als ik de trainees zie groeien in die 2 jaar tijd. Dat ze binnenkwamen misschien toch wel heel... Nou ja, heel erg zoekende waren van wat kan ik, wie ben ik. Maar ze dan na 2 jaar op de tofste plekken terecht zien komen en zo ontzettende groei door zien maken. Ja, daar word ik echt heel gelukkig van. Daar ben ik echt heel, heel graag mee bezig. Mijn taken zijn het aannemen van een nieuwe kandidaat. Dus de gesprekken voeren, het grote matchingsgedeelte. Dus er is een klant die heeft een opdracht, dus dan is het... Vooral overleggen met de saleskant. Hey jongens, wat is de opdracht? Wat hebben jullie van mij nodig? Dan ga ik de match maken. De insightsgesprekken. Echt hebben over nou ja, wat zijn iemand drijfveren? Waar zitten ontwikkelpunten? Hoe kunnen ze dat meenemen in hun traineeship? Binnen Discover ben ik ook de vertrouwenspersoon. Dus daar hebben we veel gesprekken over. Als iemand niet goed lekker in het vel zit. Dat er iets moet veranderen. Waar zit dat dan? Ja, eigenlijk staat de mensen altijd centraal, wat ik ook doe. De tip die trainees meegeef is, blijf heel dicht bij jezelf. Echt, waar zit het met drijfveren? Waar krijg ik energie van? Ja, waar word ik gelukkig van? Wat voor mensen wil ik graag om me heen? Waar ben ik graag mee bezig? Ga daarmee aan de slag. Wat? Ik kom... Ik kom nooit naar huis. Zeg je dat ik heel blauw ben. Geen idee wat het inhoudt, maar ik ben heel blauw. Hooi of zo?